Maar dat is nog niet alles, want ik ben inmiddels level 10. En dat heeft een reden, want kijk, als ik nu ga typen, zou ik even hallo gaan typen, dan staat er dit. Yo kijkers van Duffy Games, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Mocht je er weer zin in hebben, klik natuurlijk vast eventjes een like aan. Ik ben erg benieuwd hoeveel likes we vandaag kunnen halen. En ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, geniet, klik 60 fps aan. En ja, ik ga vandaag met jullie in Mindtopia over een aantal leuke, maar vooral ook belangrijke en... ja, slimme, misschien wel keuzes hebben en beslissingen en dingen en noem het eigenlijk allemaal maar op. Goed, ten eerste sta ik hier bij mijn, sta ik hier bij het autobedrijf. Aangezien ik natuurlijk een tijdje geleden, was trouwens al met de kerst, dat is zeker al een tijdje geleden. Bijna 3 weken, klopt het? Nou, ongeveer 2 weken, 3 weken, maakt niet uit. In ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is al een lange tijd geleden dat ik hier ben geweest. Ik heb natuurlijk een gesprek gehad met Sander. Over mijn auto, of in ieder geval mijn auto. Ik wou een nieuwe auto hebben, ik wou wat moderner hebben. En het gaat om de auto die je daar ziet staan, letterlijk. Die met dat wit en blauw, letterlijk voor mijn neus hier. Ik had gevraagd, ja, kan ik een offerte krijgen? Kan ik een papiertje krijgen? In ieder geval iets, weet je. Kan ik informatie erover krijgen? Kan ik hem... Ik kan hem eigenlijk zelfs nog in 2015 hebben. Nou, ja meneer, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En nee, dit gaat niet een hele aflevering worden vol met gezeur, mensen. Rust eraan. Maar we zijn inmiddels wel weer 2 weken verder. En ik heb geen papier gekregen over mijn auto. Dus ik dacht, weet je, ik ga even langs hier bij het autobedrijf om te vragen van, goh, misschien vergeten, hè, drukte met de kerst, maar het is dicht. Ik kan niet naar binnen. Ik zou op zich een papiertje kunnen schrijven, maar die heb ik eigenlijk voor het anders nodig, dus dat gaan we nu niet doen. Maar ja, dan moet ik hier een andere keer maar terug gaan komen, want ja, er is hier gewoon helemaal niemand. Jammer, maar ja, oké, okay, het is ook wel bijna 7 uur, dat misschien is daar maar wel dicht zou kunnen zijn, maar nee, ik had toch wel verwacht dat hier nog iemand misschien aanwezig zou zijn die mij kon helpen, of in ieder geval mij een auto, ja, maar hij kon leveren zou misschien iets te snel zijn. Maar in ieder geval die we er wel weer verder mee kunnen helpen. Want op zich de deal was redelijk rond 30.000 bijbetalen voor die auto. En voor de mensen die dan nu meteen iets is opgevallen. Ja, ik ben level 10. Ja, er staat er weer geld op mijn rekening. Hoe en wat gaan we zo meteen allemaal... ga ik het zo meteen allemaal met jullie overleggen. Maar eigenlijk wat ik vandaag eerst wil gaan doen is... toch wel de schuur plat te laten gaan gooien door het bouwbedrijf. Kijk... dit is een keuze voor mij om 2 redenen. 1, zit hier nog wat in? Nee, die kist is echt leeg as fuck. Ten eerste, hier zijn natuurlijk wat dingen gebeurd in deze schuur. Wat op zich niemand mag weten. Ik bedoel, dat kunnen we hoog en laag springen, dat mag niemand weten. Ik bedoel, uiteindelijk er is hier freaking ingebroken. Alles naar de tering. Ik heb Dylan op deze zaak gezet. En die heeft wel bewijs kunnen vinden, hè, dat er voetstappen zijn gevonden. Een grote maat en noem het allemaal maar op. Alleen, wie en wat en waar het geld is... geen idee, kon hij hem op dit moment ook niet meer helpen, het is in een andere stad. Kortom, op zich is dit gebeuren hier helemaal klaar. Dus wat mij dan juist slim lijkt is deze schuur plat gooien, vloer eruit, gras erin laten leggen. Misschien een ander schuurtje laten bouwen zelfs nog wel. Maar dat in ieder geval al het bewijsmateriaal wat ze misschien nog zouden kunnen vinden hier. Nou, misschien aan resten in de grond, wat ook, is dan tenminste allemaal weg. En dus ik denk van weet je wat, ik ga een brief schrijven naar het bouwbedrijf dat ze dit plot mogen weghalen. Dat ze de lampen bij mijn villa mogen gaan dumpen, plus de camera's. Want dat zijn natuurlijk dingen wat ik nog gewoon wil hebben. Dus dan ga ik even een brief schrijven naar het bouwbedrijf. Zodat iemand op Teamspeak naar me praat. Even kijken, dit is plot 184. Goed, hallo... Dan gaan we gewoon even een brief schrijven. Bouwbedrijf. Even kijken hoor. Ik zou graag mijn schuur willen laten slopen op plot nummer 184. De spullen die er... Oh, het moet wel goed typen natuurlijk. Die erin staan. Jemig, goed typen zeg ik. Die erin staan afleveren op Uptown. De bond, weet je, want het gaat waarschijnlijk toch geld kosten. De bouwblokken, oh, niet bokken, blokken zijn voor, oh, jullie. Zo, weet je, hoef ik in ieder geval die bouwblokken niet te hebben. Als er spelfout in zit, I don't give a damn. Ze lezen er maar lekker gewoon doorheen. En hallo bouwbedrijf, ze gaan mijn schuur weer laten stoken, plopla. Uptown, oké dan. Nou, dan doen we hier Duffy 13, sign... schuur slopen. Heb ik alles goed getypt? Ik denk het wel zo niet. Dan zou het wel kloppen. Maar goed, we hebben het in ieder geval allemaal getypt. Ik doe hier nog wel eventjes de deur dicht. Want ja, dit is wel een beetje risky natuurlijk. Dan gaan we deze even afleveren bij het bouwbedrijf. En dan ga ik jullie ondertussen ook heel wat vets laten zien trouwens op Uptown. En ik ga het met jullie ook hebben over mijn level. Namelijk dat ik inmiddels level 10 ben. Dat ik alweer heel veel geld heb. En hoe wat allemaal ga ik allemaal aan jullie uitleggen. Even kijken. Bouwbedrijf. Dit is alleen boeken met... afspraken.
Ik ben een bad boy. So, take it, bitch. Oké. Goed, wij gaan nu ondertussen naar Uptown toe, omdat ik jullie iets wil laten zien wat er namelijk gaande is. Ik heb natuurlijk met Willem erover gesproken over, hè, ik was niet zo blij met hem en het is allemaal weer goed. En nu als er iemand die zo op vraagt, zou ik natuurlijk vol lof over hem praten. Want hey, hij heeft het goed gemaakt, heeft zijn excuses aangeboden, heeft een groot deel van de, of een groot deel, heeft een deel van de villa, niet een groot deel, een deel van de villa moet ik eigenlijk zeggen, dat er een kat miauwt hier, what the fuck, heeft hij natuurlijk betaald uit eigen zak, of in ieder geval bedrijfsrekening, eigen zak. Ik weet niet precies hoe hij het heeft gedaan, maar hey, het is in ieder geval een deel is betaald door hem. Wat ik heel netjes vond, natuurlijk, ik heb mijn korting gekregen en mijn bouwblokken. En moeten jullie eens gaan zien, mensen, wat er hier nu op dit moment Uptown gaande is. Holy shit, moet je zien. Dit is toch niet normaal, mensen. Er wordt hier gewoon zo ontierlijk hard gebouwd. Ik bedoel, dit is gewoon mijn huis. Ik kan er gewoon in en alles zit er als je een brief was. Nee, dacht ik al wel. Ik kan hier gewoon naar binnen, zoals ik zie. Het is gewoon Duffy 13. Er is hier en daar wel wat veranderd. Zoals je wellicht hier al kan zien, hier is namelijk een nieuwe deur geplaatst voor het tussenstuk hier. Dit is eigenlijk ook echt de eerste keer dat ik hier zelf nu loop. Dit wordt volgens mij dan de tweede verdieping waar we gewoon helemaal door kunnen lopen. En dit loopt gewoon helemaal door naar, ja, naar dit gedeelte. Hier waar dus nu een nieuw deel van de villa wordt gebouwd. Ik zie, ik kan ook nog niet uit om het hekken dicht. En ik weet ook niet eens of ik hier wel mag lopen. En dan niet omdat het niet van mij is, maar van met gevaarlijkheid dingen. En ik heb geen bouwhelm op en noem het eigenlijk allemaal maar op. Maar ik vond dit zo vet. Dit moest ik gewoon jullie laten zien. Dat hier gewoon, ja, het gaat gewoon gebeuren. Hier komt letterlijk nog een villa te staan. Hier komt het hele tussenstuk tussendoor. Dan hebben we hier, moet ik wel voorzichtig zijn dat ik niet naar beneden flikker. Hier komt helemaal zo die oprit zo. Dan komt hier nog een mooie fontein. En dit wordt nog helemaal dichtgemaakt en omhoog gebouwd. En oh mensen, dit wordt me toch zo'n grote, reusachtige villa. Dan zeg je u tegen. Ik moet ook zeggen, het heeft al heel wat bekijks getrokken hier in de stad zelf. Heel veel mensen zijn hier al langs geweest. Zo van, wow, wat is hier gaande? Ik heb ook heel veel mensen weggestuurd. En niet weggestuurd dat ik niet vind dat mensen hier het recht hebben om hier te kijken. Ik bedoel, iedereen mag komen kijken waar en wanneer ze maar willen. Alleen, kijk, ik kan niemand aanspreken als ze netjes hier op de straat staan en ze staan hier zo te kijken. Zo van, zo, wat wordt hier gebouwd? Geen enkel probleem. Kom gerust langs en kom kijken. Maar zodra mensen hier gaan staan, wat is gebeurd? En ze lopen hier naartoe en ze gaan hier staan en ze gaan hier proberen tussen te klimmen. Ja, dan stuur ik je natuurlijk weg. En dat soort namen schrijf ik op, geef ik door aan de politie. Want het is ook gevaarlijk. Stel dat hier iemand in deze put flikkert. Ja, kom er maar eens uit. Gaat je niet lukken. En er staan allemaal dingen, weet je wel, er komen allemaal problemen van. Dus ja, mensen moeten hier gewoon niet lopen. En als ik ze zie, ik geef ze gewoon aan. Dus ja, maar goed. En dan nog iets vandaag, wat belangrijk is om aan jullie te melden. Jullie zien inmiddels level 10 staan en heel veel geld. Het geld komt met name door het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf moet natuurlijk ook hun percentage afstaan aan de bank. Hè? En de bank ben ik in dit geval hier in Mytopia. En van het totaal percentage wat een bank of wat het bouwbedrijf afslaat, dus de 80%, krijg ik als bankdirecteur, omdat ik het zeg maar ontvang en hè, het in de server weer goed uitgeef, mag ik van het totaalbedrag 3% innen. Dus het was, Ik rond het even af. Het was ongeveer 3 miljoen. Wat ik van het bouwbedrijf naar de banken weten te krijgen. Want ze moeten het gewoon betalen. Een soort van belasting als het ware. Heb ik dus zo'n 100. Wat was voor mij 120 of zoiets. Heb ik in ieder geval eraan verdiend. Klopt dat? Of nee, niet 120. Dat klopt niet. Want dan, ik had voor mij nog 30. Ik heb er iets van 80k aan verdiend. Of 85k zo heb ik eraan verdiend. Wat gewoon super fantastisch is als bankdirecteur natuurlijk. Omdat je op die manier gewoon lekker geld weet te stekken. Je kan weer door. En ik kan dit geld natuurlijk weer mooi uit gaan geven. Aan mijn villa, want ik wil natuurlijk hier en daar nog dingen veranderen. Ik moet ook zeggen, die lampen die we hebben, voor mij zijn dat in de schuur, dat zijn losse lampen die ik los kan ophangen. Dus dat zijn weer mooie lampen. Er moeten nog heel wat camera's bij in mijn villa. Maar dat is nog niet alles, want ik ben inmiddels level 10. En dat heeft een reden, want kijk, als ik nu ga typen, zou ik even hallo gaan typen, dan staat er dit. Minister van Financiën, in ieder geval minister min Financiën, dat betekent natuurlijk minister van Financiën. Betekent dat, Duffy, dat jij nu niet meer hier de eigenaar bent van de bank? Oh ja, zeker wel. Dit is nog steeds gewoon mijn bank. Op dit moment is de bank nog steeds op de naam van Duffy 13. Kortom, dat ben ik. Dit is allemaal nog voor mij mijn mooie kantoor. Alleen, ik ben inmiddels wel gepromoveerd naar minister van Financiën. Wat houdt dat in? Dat ik jullie binnenkort een sneak peek mag gaan geven in Cosmopolitan. De stad waar natuurlijk het minister van Financiën gebouw gevestigd staat. Dus het gebouw van, ja, de baas van alle banken, dat word ik dan eigenlijk. En dat mag ik dan jullie laten zien. Uiteindelijk ga ik weg dus hier uit Mytopia bij de bank. Ik blijf wel wonen verder in Mytopia, want ik heb natuurlijk een huge-ass villa hier gebouwd. Maar ja, hetgeen wel gaat veranderen is dat hier komt dus een andere bank, directeur komt hier, of directrice, misschien ook wel. Hè? Dan gaan jullie maar lekker denken. Gaat hier dan komen, die hier dan de boel gaat overnemen. Maar Duffy, heb je dan helemaal geen zeggenschap hier meer?
Jawel, doordat ik juist nu minister van Financiën word, heb ik eigenlijk alleen maar meer zeggenschap gekregen over deze bank en eigenlijk over elke bank in elke stad. Bijvoorbeeld in Sunnyvale, Gijs is daar nu de bankdirecteur. Maar het leuke is nu dat ik sta nog weer boven hem, dus hij kan wel, ik heb dingen gehoord, hè, corrupte dingen doen. Ik kan hem daarvoor op het matje roepen in mijn kantoor van, Gijs, moet je eens even luisteren, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. Het gaat niet langer zo, je gaat oprotten bij die bank en dan komt de andere bankdirecteur. Heb ik uiteindelijk later straks zeggenschap overheen. Misschien dat ik wel vind dat hier in Mindtopia op dit moment, want ik weet natuurlijk hoeveel hier in de kluis zit op Mindtopia, ga ik dat melden. In ieder geval, laat ik zo zeggen dat er zit meer dan 9 miljoen op dit moment in de bank van Mindtopia. Dat is allemaal geld wat gewoon door lening is teruggekomen en door uitgaven van mensen wat we hebben gekregen en qua belastingen. Ik kan natuurlijk als minister van Financiën op dat moment zeggen van, ja maar luister, jongens Mindtopia, jullie hebben zoveel geld in de bank zitten, in de kluis zitten. Ik weet niet of dat helemaal verstandig is. Ik wil dat dit naar het veilige depot gebracht wordt. En dat kan ik dan gewoon geregeld. Ik zeg, jongens, 2 miljoen voor jullie is meer dan genoeg op de rekening. Wat ik kan doen is zeggen van, jongens, hier in Mindtopia, dit bankgebouw, het is nu zo oud. De beveiliging klopt helemaal niks meer van. Ik zet sowieso over geld beschikbaar voor jullie. Jullie kunnen een nieuw bankgebouw, wordt hier gebouwd daar en daar. Dat zijn allemaal dingen wat ik dan mag gaan doen. Alleen, ja, weet je, dat kan nu alleen nog niet. Ik ben hier voorlopig nu nog de baas. We gaan volgende keer trouwens in de aflevering, gaan we wel eventjes een sneak peek doen bij het bankgebouw daar. Gaan we even kijken hoe wat allemaal, wie daar allemaal zit. Het is nog in aanbouw, dus ik weet niet hoe ver we kunnen komen. Maar hey, we kunnen in ieder geval er een stuk al naar binnen. En wat dat betreft, ja, dit gaat zo episch worden, mensen. En we gaan zo ontiegelijk veel geld verdienen. Holy freaking shit. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent, want ja, dan blijf je up-to-date qua nieuwe video's. En mocht je iets in de reactie willen achterlaten, doe dat gerust, want daar is het voor. En tot de volgende keer, mensen.